Helemaal en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik zit vandaag eventjes voor de open haard. Geen ringlamp, niks. Eventjes wat lekker donkerder, cozy voor de open haard. De herfstdagen komen er weer aan, dus ik dacht, hoe doen we dat beter dan eventjes lekker voor de open haard? Ik wilde namelijk eventjes over een paar dingen hebben met jullie. Jullie hebben natuurlijk zelf al gemerkt dat ik eigenlijk veel afweziger ben op YouTube. Weekvlog niet echt meer. Ik weet sowieso niet echt wat ik ermee moet. En ik dacht, het is gewoon eventjes tijd om bij te kletsen. Tijd voor een Q&A. Ik ben alleen thuis. Dan ga ik altijd heel erg nadenken over van alles en nog wat. Ik weet niet. Ik heb gewoon echt oprecht de behoefte om eventjes te praten tegen een camera. Tegen jullie. Tegen mezelf. En eventjes wat dingen op een rijtje te zetten. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie vragen hebben, maar ik wilde eerst even zelf wat dingen kwijt. Jullie hebben waarschijnlijk wel gemerkt dus dat ik de laatste tijd wat minder plaats. Laten we beginnen met het weekvloggen. Ik ben echt langer dan een jaar begonnen met weekvloggen. En ik vond het altijd heel erg leuk. Ik heb het altijd lastig gevonden, laten we het daarbij houden. Ik ben nooit de type geweest die echt uit mezelf 10 keer op een dag, nou het moet wel meer, je camera pakt. Het zit niet in mijn systeem. Dus ik vond het sowieso altijd wel heel erg lastig. Maar ik wilde het wel heel graag. Want ik weet dat jullie het heel leuk vinden. Wat ik ook nooit heb begrepen. Want ik dacht, ik doe niks. Ik film weinig. Waarom vinden jullie dit leuk? Maar omdat het gewoon goed werd opgevangen door de meesten. Had ik zoiets van, ja, ik moet het blijven doen. Jullie verwachten het van me. Dus ik ga weekvloggen. En ik blijf dit doen. Nu heb ik gezegd ik voel echt mijn haar. Nu ben ik sinds juli klaar met school, dus dat is juli, augustus, september. 3-4 maanden ben ik klaar met school en merk ik eigenlijk dat het alleen maar lastiger wordt. Je zal denken dat het alleen maar makkelijker wordt, maar ik ben heel veel bij Gio en hij vlogt elke dag. En ik merkte dat ik de laatste tijd veel onder mijn video's te horen kreeg. En echt no offense naar iedereen in alle comments, want ik geef jullie groot gelijk, alleen ik wil het wel even zeggen dat heel veel comments waren dat mijn weekvlogs hetzelfde zijn als die van Gio. En dat begrijp ik. En ik vind het heel erg lastig om daar verandering in te brengen. Want ik woon soort van bij Gio. Dus het is voor mij heel erg lastig om hele andere video's te maken. Want ja, ik ga soms wat dingen doen met vriendinnen. Ik ga soms naar huis. Maar dat is misschien 1 of 2 dagen in de week dat anders is. En om daar een hele andere weekvlog van in elkaar te flansen, als ik het al lastig vind om week te vloggen, is voor mij gewoon, ja, ik kan het niet. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Het is niet voor mij weggelegd. Ik ben er niet goed in. De dagen dat ik nog veel alleen en thuis was, was het voor mij makkelijker. Ik pakte snel mijn camera erbij. Ik deed sneller andere dingen. En nu ben ik gewoon heel veel met Gio. En als hij zijn camera erbij pakt, denk ik al snel, weet je, laat maar zitten. Ik film wel een ander keertje. En zo gaat het door en komt er uiteindelijk niet van. Long story short, weekvloggen is niet helemaal voor mij weggelegd. Maar ja, je zit op YouTube. Je wilt video's blijven plaatsen. Wat wil ik? Ook iets wat ik heel erg lastig vind. Ik begon namelijk mijn YouTube kanaal met challenges, morningroutine, avondroutine, van alles en nog wat. Make-up video's. En dat blijf ik nog steeds heel erg leuk vinden. Alleen op een gegeven moment zijn die ideeën ook op. Dus daarom is weekvlog een soort van goede uitweg. Want dan heb je altijd wat om te uploaden. En op een gegeven moment gaan je ideeën als een routine en zo gaan op. Want je hebt misschien 3 routines op een dag. Ochtend, avond, overdag. Kan ik niet elke week opnieuw gaan doen. Dat zou een beetje saai worden. Zo, ondertussen is mijn hele rug aan het verbranden. Dus, laatst heb ik al een Get Ready With Me gefilmd. Werd heel erg goed opgevangen. Volgens mij is dat mijn laatste video die is geüpload. Ook weer gewoon lekker goed bekeken. Mensen vonden het weer leuk. Het was eigenlijk een soort van dagvlog met van alles en nog wat erin. En ik weet niet. Ik vind dat zelf ook wat leuker om te doen. Mijn camera erbij pakken als ik zelf echt denk van ja, dit vind ik leuk. En dit wil ik doen. Ook al zijn het wat kortere video's. But I like it. Dat is een soort van de vibe die ik wil hebben. Al merk ik wel dat als ik kortere video's plaats, dat ik altijd krijg, oh, hoezo is video maar zo kort? Snap ik. Maar ik heb liever dat ik wat upload wat wat korter is, dan dat ik 3 weken niet upload en dan het gevoel heb alsof ik met een video van 1.5 uur moet komen. En dan plaats ik liever een video van mijn haar wat maar 8 minuten is. In plaats van een video met allemaal bullshit waar ik het gevoel heb dat ik 1.5 uur moet praten. Ik heb hier nog niet echt een antwoord op wat ik nou wel wil gaan doen als losse video's. We gaan zo over naar YouTube-series. Dus ik heb daar vooral eventjes jullie hulp bij nodig. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie nou echt leuk vinden. Zijn het routines? Is het make-up? Is het haar? Is het fashion? En zouden jullie het leuk vinden als ik op mijn YouTube-kanaal ook wat kortere video's plaats? Dus
al is het een uitlegvideo over iets, maar dat het ook video's zijn tussen de 5 en de 10 minuten of tussen de 10 en de 15 minuten. Daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar en ik ben dan ook heel erg benieuwd ja, wat jullie willen zien. Al is het een video dat ik mijn haar krul en bijklets. Sowieso wil ik video's waarin ik aan het kletsen ben. Vind ik hartstikke gezellig. Maar wat jullie daarnaast willen zien, wat ik doe tijdens dat ik aan het kletsen ben, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus laat het vooral eventjes weten in de reacties. Dan over naar YouTube-series. Ik heb over, even kijken, 2 weken ongeveer, heb ik mijn allereerste draaidag voor mijn eigen YouTube-serie die ik ga beginnen. Ik heb 1 keer eerder een YouTube-serie gehad, dat is Jongens Koop Mijn Outfit. Maar concept is een beetje uitgespeeld, daar zijn we klaar mee. Dus ik heb een ander concept liggen, al een hele lange tijd, maar nog niks mee gedaan. En het is nu eindelijk de tijd dat ik een draaidag heb gepland en dat het er klaar voor is. Heel erg leuk. Ik ben er zelf heel erg blij mee wat het concept is. En waar ik het op mag nemen, alles. Dus vanaf dat moment ga ik ook elke week een video plaatsen van de serie. Ik denk dat jullie het eind november kunnen gaan verwachten. Dan kunnen jullie elke woensdag of zaterdag, ben ik nog niet helemaal over uit, een aflevering gaan zien van mijn serie. Dat is eigenlijk waar ik mijn YouTube kanaal voor wil gaan gebruiken. YouTube series met andere mensen. Ik vind het heel erg leuk om video's met andere mensen te maken. Altijd al leuk gevonden. En dat is ook wat ik uiteindelijk het allerleukst vind om te doen. Dus daarom ga ik beginnen met mijn eigen YouTube serie met andere bekende mensen. Ik ga er nog niet te veel over zeggen. Zou het helemaal niet leuk maken. Dus ik hou het nog eventjes spannend. Maar weet dat ik achter de schermen zeker bezig ben. En ik er dus naar streef om elke week 1 aflevering van mijn serie te uploaden en daarnaast nog een kletsvideo terwijl ik wat aan het doen ben. Dat gezegd te hebben voelt echt al heel fijn. Ik heb namelijk echt altijd het gevoel als ik niet upload of als ik niks doe, wat niet gek is, maar dat ik me moet verontschuldigen. Noem je dat zo? Ja. Dus ik wilde dat ook eventjes gedaan hebben. Daar ben ik vanaf. Jullie weten nu hoe het in mijn gedachten gaat, hoe ik erover denk en wat eigenlijk mijn plannen zijn. En ik heb jullie er niet veel voor nodig. Het enige wat ik dus graag zou willen weten is, wat wil jij zien op mijn YouTube kanaal als praatvideo's? Ik vind het hartstikke leuk om met jullie te kletsen, maar wat ik tussendoor moet doen, haarvideo, make-up video, fashion video, weet ik het wat. Laat alles weten en wees zo creatief mogelijk, want daar hou ik van. Ik heb alweer veel te veel geluld over mezelf en mijn plannen. Dus door naar de Q&A. Als je ook dagelijks wel mijn leven wil volgen, maar niet door middel van een weekvlog, zorg dat je me dan eventjes volgt op Instagram. Ik heet Jade Anna. En daar ben ik, als ik het zelf mag zeggen, heel erg actief op. Ik plaats elke dag bijna een foto. Stories ben ik actief op. Dus als je denkt, ik wil eens nog weten waar je mee bezig bent in je leven, volg me zeker weten op Instagram. Ik ga nog eventjes wat vraagjes beantwoorden. Want ik ben lekker aan het lullen en we gaan er lekker mee door. Ik ga steeds meer naar voren, want de kachel die brandt als een gek in mijn rug. Maar iemand vraagt, shop je wel eens met je eigen geld of krijg je alles gesponsord? Ik moet zeggen, ik krijg heel veel gesponsord. Ik krijg soms pakketjes op mijn deurmat waarvan ik denk, had ik dit besteld? Is dat niet het geval? Oh, Sniesje, kom je even kijken. Dus ik word ook zeker veel verrast met pakketjes of ik mag dingen uitzoeken. Maar ik ben echt een shopverslaafde. Jij ook, maar jij met eten. Dus ja, ik shop zeker veel. Nu moet ik wel zeggen dat het wel meevalt. Want het scheelt natuurlijk wel dat ik veel krijg. Dus dat ik minder zelf hoef te kopen. Maar er blijven natuurlijk dingen die ik zelf heel erg leuk vind. Ik denk dat het vooral om kleding gaat. Wat ik misschien niet uit kan zoeken, maar wat ik wel heel erg leuk vind. En net wat aparter is, wat je niet bij een Naked of een Reinders kan halen. En ik ben natuurlijk heel erg fan van de Zara. En Zara sponsort mij jammer genoeg niet. Volgens mij doen ze überhaupt niet aan campagnes. Dus ja, ik shop zeker. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik ook veel dingen mag krijgen. Wat ik de vervelendste opmerking vind om te krijgen, welke haatreacties doen het meest met je? Even denken. Nou, ik vind het heel vervelend als er dingen worden gezegd over mijn familie, mijn relatie, maar niet de relatie als in je vrienden zo'n pedo, want ja, die heb je al 10 keer gehoord. Op een gegeven moment is daar een soort van een knopje van uitgezet, terwijl dat niks meer met je doet. Natuurlijk blijft het wel heel erg vervelend. Waar ik zo slecht tegen kan, is ik heb Gio voor zijn verjaardag, het gaat niet om geld, maar ik wilde het wel even gezegd hebben, ik heb Gio voor zijn verjaardag een reisje naar Barcelona gegeven. En dan zitten we in Barcelona. Het is mijn verjaardagscadeau. Ik was heel erg blij dat we dat samen kunnen doen. En dan zijn letterlijk heel veel comments. Oh, ga je weer op vakantie met het geld van je sugar daddy? En dan denk ik, oh my god. Ik heb dit
Als je oplet, weet je dat ik dit cadeau aan hem heb gegeven. Het is waarschijnlijk een soort jaloezie of afkeer, haat, ik weet het niet. Maar dat zijn wel dingen waar ik zo slecht tegen kan dat ik denk... Op een gegeven moment is het voorbij. Er zijn grappen met je werkt niet voor je eigen geld, je doet er niks zelf voor. Alles is met Gio. En ja, ik heb geluk met mijn baan en ik bof heel erg dat ik dit kan doen. En dat het, bij wijze van spreken, een makkelijke manier van geld verdienen is. Maar dat betekent niet dat ik er niks voor doe. En ik verdien wel degelijk mijn eigen geld, maar als letterlijk alles wat ik doe of wat we doen wordt afgerekend op Gio's geld, en ik op een gegeven moment, oh, gelukkig weet ik zelf hoe het zit. Maar daarnaast gewoon dingen over mijn familie of zo. Get away. Dat hoeft echt niet van mij. Wil je zo nodig haten op me, doe het dan op mij. Maar begin alsjeblieft niet over mijn moeder, mijn vader, mijn zus, mensen om me heen. Stay away from me. Welk huisdier ik nog graag zou willen hebben? Nou, ik hou van huisdieren. Ik wil het liefst gewoon het hele huis vol. Ik wil een boerderij, alles. Maar ik zou heel graag nog een... Nou, ik wil het wel en ik wil het niet. Ik vind konijnen echt mega, mega adorable, schattig. Alles, ik wil ze echt zo knoezelen. Dat is niet eens een woord, maar ik heb net verzonnen. Maar het vereist wel heel veel onderhoud. We hebben geluk met de katten dat het ze niet boeit wie er is. Dus iedereen kan oppassen die je maar wilt. Eenden lopen los in de tuin. Maar een konijn, als je op vakantie gaat, is het toch weer meer onderhoud. En Gio en ik zijn erg impulsief. Dus zouden zo een reis boeken. En dan zitten we met, oh, wie past er eigenlijk op konijn? Dus het wordt een beetje lastig. Maar een konijntje vind ik heel schattig. Ik wil ook een vark. Ik wil een aap. Ik wil een fret. Ik wil schildpadden. Ik wil alles. Of ik stiekem zou willen stoppen met mijn werk. Dus op YouTube, Instagram, social media. Alles. Nee. Zeker niet. Tuurlijk heb je wel eens van vooral de winterdip of zo. Nu die tijden dat ik echt dus heel erg als het vroeger donker wordt. Dat je echt gaat nadenken. Letterlijk nu waarom ik deze video aan het opnemen ben. Maar tuurlijk heb je dan zoiets van wat moet ik nog doen? Je hele inspiratie is weg. Social media is namelijk wel een stukje creativiteit. En als dat weg is dan val je echt in een soort gat dat je denkt holy fuck wat moet ik doen? Dus... Soms is mijn creativiteit weg en dan denk ik echt, ja, laat maar. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dat is zeker niet een ding dat ik wil stoppen. Het is meer gewoon juist eventjes weer erbovenop komen. En zodra je dus weer nieuwe dingen gaat doen, wordt het echt weer 10 keer leuker dan dat het al was. Dus tuurlijk, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Het is ook niet gezond om, denk ik, in een stijgende lijn te zitten. Maar tuurlijk, op sommige momenten denk je, nou, weet ik het, was ik maar een beetje schepper. Goeie vraag of ik nog verder wil studeren. Op dit moment niet. Ik ben niet van plan om een studie te doen. Eigenlijk ben ik dat al best wel lang niet. Ik zeg altijd dat ik een tussenjaar heb, omdat dat wat leuker klinkt. Maar eigenlijk ben ik gewoon gestopt met school en staat er ook geen studie op de planning. Omdat ik dus heel blij ben dat ik klaar ben met school en eindelijk de vrije tijd heb die ik nodig heb. En waar ik heel blij mee ben. Dus ik zit er zeker niet aan te denken om een studie te doen. Maar wie weet, zeg nooit nooit. Want misschien over 2 jaar verveel ik me helemaal de pleuris en denk ik, weet je, ik heb zin om wat te gaan doen. Ik heb te veel vrije tijd, ik wil een studie doen. Maar op dit moment staat het niet op de planning. Ik denk dat ik wel genoeg heb gepraat en ik hoop dat jullie een beetje tot rust zijn gekomen. Lekker het geluid, ik weet niet of jullie het horen. En gewoon lekker de warmte. Voelen jullie ook niet. Maar in ieder geval de coziness van het beeld. Mijn hele rug staat in de fik. Maar ik denk dat het goed is om af te sluiten met hoe ik me op dit moment echt voel. Ik moet zeggen, ik ben eventjes goed aan het nadenken. Maar ik zit best wel lekker in mijn vel. Ik ben heel erg toe aan nieuwe dingen doen. Vandaar dat ik deze video ook opneem. Ik ben klaar met het doen alsof ik nog elke dag wil gaan weekvloggen. En alsof het eraan komt. En jullie elke keer teleurstellen met niks. Of jullie... Hoe noem je dat? Jullie teleurstellen met dat er niks is. Dus het voelt echt wel goed om deze video ook op te nemen. Eindelijk een stap weer eventjes naar wat anders. Blij dat ik mijn serie in heb kunnen plannen. Ik ben blij. Ik ben ook stiekem best wel blij met weer de korte dagen eigenlijk. Dat het weer lekker snel donker is. Ik hou ervan om lekker op de bank te liggen. Al maakt het me wel heel moe. Ik heb niet heel veel energie elke dag. Maar ik denk dat dat eventjes weer de tijd is. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je nog vragen, kan je die altijd in de comments achterlaten of in mijn DM.
Ik ga deze video lekker editen, want ik neem hem echt op vrijdagavond op en hij komt morgenochtend online. Ik had namelijk weer geen video en ik ben er klaar mee. Ik wil wat online zetten. Dus vandaar deze video. Ook denk ik dat ik gewoon lekker creatief ga zijn, mijn laptop erbij pakken en tijd om nog meer series te gaan bedenken, om video-ideeën uit te gaan werken. Gotta be creative. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!